Nou, dat vind ik een hele goede zaak. Hoe schoner de lucht, hoe beter. En als fietser sta je gewoon toch in de vervuilde lucht te wachten. En dat is alleen maar vervelend. Geen prima besluit. Beter besluit kan er niet zijn van dat er schone lucht is in de binnenstad. Bijval voor de gemeenteraad die iets gaat doen aan de vieze lucht in de stad. Hard nodig vinden de luchtwachters, Arnhemse burgers die zich er zorgen over maken. Dit is de enige plek in Arnhem waar echt gemeten wordt, hier bovenop die zuil. En tegelijkertijd is dit ook dus de gemeten smerigste punt. Men komt boven de Europese norm en dat betekent dat de gemeente dus aan de slag moet. En dus zijn volgend jaar dieselpersonenauto's die niet voldoen aan de Europese emissiestandaard 4 niet meer welkom. Vieze dieselvrachtwagens waren dat al langer niet. Wat het effect precies is, is onbekend. Dat weten we niet precies. We weten wel, en dat zegt ook het RIVM, er zijn heel veel andere invloeden op de luchtkwaliteit. En die kan ook per dag verschillen. Wat je wel weet, en dat zie je ook in andere steden, dat op het moment dat je de oude diesels weert, dat dan de lucht wel degelijk schoner wordt. Schonere lucht willen autoverkopers en garagehouders ook, maar... Waar wij als BOVAG voor willen waken is dat elke stad opnieuw het wiel uitvindt. En dat je in elke stad andere normen hebt. Dat je andere regels hebt. Dat je een soort lappendeken krijgt waardoor je niet meer weet waar je aan toe bent met de auto waarin je dan toevallig rijdt. Dus moet het Rijk de regie pakken en één landelijke regel stellen. Arnhem wil daar niet op wachten. Nee, zeker niet. Wij nemen nu deze stap vooruit. Wij hopen ook echt dat we daarmee andere gemeenten uitnodigen om het ook te gaan doen. En wij verwachten van het kabinet dat ze dan ook gaan kijken van hoe kunnen we zorgen dat we dit landelijk uitrollen, zodat iedereen weet waar die aan toe is.